Nee, vind ik niet. Je kan ook gewoon drugs gebruiken. Nee. Statement of the evening. Oh, nee. Moet op het tegenstel. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van het Leermoment. De podcast door Young Professionals over onderwerpen zoals school, stage, drank, liefde. De belangrijke dingen in het leven. Ik ben Emily en ik zit hier vandaag aan tafel met Esmee, Martin en George. En vandaag gaan we er een feestje van maken, want we gaan het hebben over feesten. Ik ga alleen maar leuk worden, toch, George? Ja. Ja, hier heb ik zoveel zin in. Dat is ons onderwerp. Oké. Hoe is het met jullie? Ja, gaat wel goed. Ja? In de feeststemming? Nieuwe. Ja hoor, ik heb wel zin in een feestje eigenlijk. Ja? George, hoe gaat het met je? Ben behoorlijk moe. Met mijn band hebben we de hele week gewerkt aan onze nieuwe show. Want wat doe jij in je band? Vertel. Trompet. Ik speel bij drum en show bij het MCC Laren. Als er nog mensen zijn die willen trompeteren of drum willen spelen, kom bij MCC. Maar daar hebben we dus een hele nieuwe show. En die show is gebaseerd op de serie Wednesday. Ik weet niet of jullie die hebben gekeken. De serie Wednesday. Nee. Over de Addams Family. Ja, de Addams Family. Oh ja, die heb ik al gezien. Ik ken de memes, ken ik wel. Maar. Wow, maar hebben jullie daar een show over? Ja, we hebben gewoon alle muziek van die serie gepakt. En daar dan pasjes op bedacht. Maar zijn jullie een beetje van de feestjes en uitgaan? Ja, nou ja, het is niet dat ik elk weekend uitga. Maar als het zou kunnen. Als het zou kunnen, zou ik het eigenlijk wel doen. Je hoorde doen. Toch dat ze zonder twijfel gewoon gelijk ja zei. Dus gewoon, er zou geen twijfel in de stem. Het was gewoon ja. Ja, ik vind het gewoon superleuk. Ja. Ja, dat is het ook. En nee, jij? Ben je wel eens uit geweest? Ja, en ik vond het verschrikkelijk. Echt? Ik stond echt in een club en het was één grote teringherrie. Oh. Maar hier kan ik er gewoon niet van maken. Je moet wel oordoppen in doen, hè? Slecht voor je gehoor. Ja. Nou ja, ik ging gewoon. Het was een of andere bruine kroeg of zo. In, wat was het? Dus Lunter of zo? Nou ja, echt. Ja, maar dat. Ja. Ik heb het nou weer. Het al kut. Daar is toch ook niks. No hate to Lunter of zo. Nee, ik weet het al niet dat meer. Dat is toch geen club? Nee, maar het was gewoon letterlijk. Je liep er naar binnen. Het was verder. Verder lampen, een mislukte rookmachine. Oh. Nee, ja, nee. Ja, het was gewoon. En kaarde muziek. En ik hou meer van het gesprek. Oh ja. Dus ik zat er een beetje met. Ja. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je beginnen met roken. Hey. Dus hier. Ja. Dus nu wordt het tegen mij gezegd van. Begin met roken. Ja. Maar drinken jullie alcohol? Ja. Nee. Hey. Ook goed tegelijk. Hoppatee. Nee, tuurlijk niet. Waarom niet? Waarom wel? Nee. Nou, dat is oprecht een goede vraag. Dat is oprecht een goede vraag. Nee. Ik heb het eigenlijk nog nooit op. Dus ik kan niet zeggen of ik het nou lekker vond of niet. Het is niet dat jij 18 werd en dacht, nu wil ik proberen om een slokje bier te drinken. Nee. Geen druppel gewoon. Nee, ik heb geen druppel. Misschien heb ik het ergens al per ongeluk een keer in een gerecht tiramisu of zo. Ja, ik weet nog wel eens wat tiramisu op heb. Maar dat zou ik ook niet nemen. Maar word je wel eens uitgescholden door je vrienden als pussy of zo? Oeh. Nee, iedereen heeft wel respect voor mij eigenlijk. Ja, dat snap ik wel. Ja, het is verbaast me eigenlijk wel. Want ik voel me af en toe zelf de spelbreker. Ja. Omdat ik niet drink. En dan komt iedereen met, ik heb een kratje bier gehaald. En een colaatje van Marten. En hoe doe je dat dan met feestjes en drankspelletjes? Ja. Want ik kan me voorstellen als je naar een feestje gaat waar mensen gaan lopen bussen, dat je dan niet denkt, ik ga meedoen met mijn colaatje. Want bussen is gewoon geen leuk spel. Nou, nee. Ik kan je zeggen, als jij de bus hebt en je moet twee colas achter elkaar atten, dat het ook een goede straf is, hoor. Ja. Ik kan je uit de waarheid vertellen, ik was op vakantie met mijn vrienden en ik kan zeggen dat daar wel een borreltje werd gedronken en een colaatje werd gedronken. En toen deden we ook bussen. En toen moest ik twee colaatjes atten. Nou, ik kan je zeggen dat ik als eerste boven die wc. Echt? Want ik was gewoon kotsmisselijk door die koolzuur geworden. Ga jij wel eens naar een festival? Ja, best wel vaak eigenlijk. Ja? Ja. Wat vaak? Elke week. Nou, nee. Ik ga denk ik over het algemeen wel 1 keer per maand zoiets. Oh. En ja, soms dan is het wat meer verdeeld. Dus dan ga ik bijvoorbeeld 2 keer in 1 maand en dan de maand erop weer niet. En ja, en dan ga je naar festivals? Of? Ja. Ja, oké. Okay. En wat voor? Eigenlijk vooral hardcore. Oké, okay, maar leuk. Klinkt goed. En Marta, ga jij wel eens naar feestjes of festival? Ga je naar opwekking? Nee. Waarom niet? Nee, ik zie mezelf daar niet lopen. Oh, okay. Maar waarom niet? Mijn vrienden eigenlijk gaan wel, maar ik word er gewoon niet door getrokken. Nee, ja. Als je ik denk van, ik kan gaat veel beter naar Lowlands gaan. Ja, of course. Ja, nee.
Nee, het is echt wel heel leuk. Ja, ik geloof het echt dat het echt heel leuk is. En ik zie ook mensen plezier hebben daar. Maar ik denk dan, te veel mensen. Wat is voor jullie dan echt een goed feestje? Mijn ideale feestje is overdag. Het zonnetje schijnt. Dus ik vind Koningsdag en 5 mei vind ik altijd gezellig. En Pride en zo. Omdat het overdag is. En dan heb je, dan mag je gewoon om 11 uur 's ochtends een biertje opentrekken. Weet je wel, dan gun je zelf. Dan denk je gewoon, nu mag het, want het is feest. Ja. Ik werk gewoon op Koningsdag. Hey. Maar ik krijg dubbel betaald. Maar wat is dan jouw ideale feestje? Mijn ideale feestje is... Nou, waarschijnlijk gewoon dat je met vrienden en familie bij elkaar bent. En dat je gewoon chill zit en dat je mensen weer ziet en gewoon praat met elkaar. Ja. Ik zo, day drinking, yeah! Hey. Yeah. En jij als iedereen een glimlach op zijn gezicht. Nu klink ik echt als een alcoholist, maar goed. Nou ja, ik zal me dan wel even bij jou aansluiten om je wat minder alcoholist te kunnen lekker samen lijken? Gaan zuipen? Dan ga ik lekker met George gezellige dingen doen. Nee, George doet ook niet. Nou, ik denk dat George zich eigenlijk ook misschien wel bij ons aan. Je laat me niet meer in de steek, hè? Nee, ik ben het zeker met jou eens. Bijvoorbeeld, wij hebben ook vaak gewoon een feestje zonder drank. Ja. Wel bijvoorbeeld... Niet sterke drank, maar wel een paar biertjes staan er dan. Maar niet 6 kratten bier. Maar ook bijvoorbeeld zonder drank kan je er ook gewoon plezier in hebben. Zeker, absoluut. Voor het laatst hebben we bijvoorbeeld met een paar vrienden gewoon een karaoke game gespeeld. Oh. Op het scherm. Maar het leek net alsof we 10 Bacardi's op hadden. Ja. Ja. Maar toch waren we echt gewoon... Of een avond bordspelletjes doen. Ja, ik ben echt een oma wat dat betreft. Maar ik vind het heerlijk. Het is wel echt heel leuk. Ja. Het is echt heel leuk, ja. Het is een beetje underrated of zo in deze generatie. Vind ik ook. En wat is jouw ideale feestje? Ja, dan denk ik toch wel ook gewoon overdag lekker een festival. Maar wel het liefste gewoon in de zomer. Want dan is het buiten. Lekker zonnetje erbij, niet te warm, inderdaad. Dan, denk ik. Nee, niet te warm. Nee. Beetje inderdaad, mei, Koningsdag is echt het... Vorig jaar was dat echt een topdag. Ik ben toen wel verbrand. Wat is dan het leukste feestje of festival waar jullie ooit geweest zijn? Ooit. Oh, dit is lastig. Zal ik mijne vast opnoemen? Ja, is goed. 2019. Voor corona dus nog. Lowlands. Tame Impala kwam, daar ging ik heen. En ik stond met mijn hele vriendengroep, al mijn vrienden en mijn liefje van toe. En ik was zo blij. En toen kwam A$AP Rocky ook nog op het podium. En toen deden ze samen een nummer. Oh. En toen dacht ik echt, volgens mij ga ik nooit meer zo gelukkig zijn als nu. Oh. Dat was echt het hoogtepunt van mijn leven. Zo'n mooi feest en zo'n mooi festival. Ja, ik denk dat mijn... hoogtepunt, dat was gewoon het eerste festival waar ik ooit naartoe ben geweest. Dat was vorig jaar, Rebirth. En gewoon, ik weet niet, daar is voor mij ook alles gestart. En ik vond het zo leuk. En ik heb daar zo'n soort geluksgevoel gehad, dat ik echt dacht, wauw, dit is echt mijn passie. Ik heb het gevonden. Ja. Vinden jullie kerst een feestje? Ja. Ja. Maar wel anders of zo. Anders dan een festival? Nou ja, dat sowieso, maar... Ik weet niet, als mensen aan mij vragen van hou je van een feestje, dan denk ik toch meer aan iets met muziek en met je vrienden. En nou ja, toch voor mij persoonlijk over het algemeen toch wel met drank. Ja. Wat vieren jullie met kerst? Ja, voor mij is het echt heel vast structuur. Ik ga naar de kerk en nu, eigenlijk heel leuk, nu heb ik dus een vriendin. Dus ik ben dit jaar voor het eerst naar mijn schoonfamilie geweest en die ontmoet. Oh. En dat was eigenlijk superleuk. Was en dat ik was een gelijk... feestje? Ja, was echt, ja, dat is serieus. En is Pasen voor jullie een feestje? Al wel weer minder, maar toch is het wel dat ik vaak de paasdagen vrij hou. Okay. En is Pinksteren een feestje voor jullie? Ja, ik geloof dat mijn vriendin naar Berlijn is gaan doen, dus ja. Dat is wel een feestje. Ja, ja. Want Lorenzo die stuurde mij een heel interessant... Lorenzo is een van onze clipjesmakers hier. Die stuurde mij een heel interessant artikel door... dat we dus heel veel christelijke feestdagen wel vieren, maar... Verder niet eigenlijk. Ja. Nee, is wel geen, waar. Bijvoorbeeld Kitty Kotti is niet een verplichte vrije dag. Of bijvoorbeeld het suikerfeest. Of zo. Ik vind dat suikerfeest echt een vrije dag moet zijn. Ja, vind ik dus ook. En zeker. Kitty Kotti heb ik nog iets van... Ja, ik wil nu niet hard overkomen. Maar dat heb ik nog iets van... Dat is voor mijn gevoel, hoe ik dat zie in mijn kring, is dat minder culturele waarde. Maar dat geef ik me op heel groot ijs. Wat is Kitty Kotti? Slavernij. Ja, het herdenken van het slavernijverleden. Dus dat het dat er geen slaven meer zijn. Maar is dat eigenlijk niet... Een beetje, niet 100% hetzelfde, maar is het niet vergelijkbaar met Bevrijdingsdag? Ja, alleen maar met Bevrijdingsdag zegt niemand letterlijk dat, weet je wel? Nee. Ja, als in, het wordt niet zo gezegd. Maar ik vind dat we wel gewoon ook meerdere vrijdagen moeten hebben. Ook voor, want waarom alleen de christelijke? Waarom is dat er? Waarom denken jullie dat dat nu nog zo is? Want niet iedereen is meer christelijk. Ik denk dat het
I don't know. Misschien is het niet eens per se heel bewust of zo. Traditie. Kun je niet gewoon een soort van aan het begin van het schooljaar zeggen van... Oké, jij krijgt 5 vrije dagen en je mag ze zelf inplannen. Dat doen ze wel in de zorg. Ja. Daar houden ze wel rekening met elkaar. Bijvoorbeeld, vind je oud en nieuw belangrijker dan... Dan mag je kerst. Dan mis je kerst. Ja. Dus dat is wel... Ja, het is wel een idee. Alleen, ik denk dat mensen het ook wel weer fijn vinden. Opeens, dat er opeens een Pinkster tussen komt van... Ja. Prima, vrije dag. Ja. En ik denk dat het voornamelijk komt omdat het traditie is. Omdat ze van oorsprong de meeste mensen christelijk zijn. Klopt. En die dagen nog herdenken. We zien er dus wel echt elk jaar tweede Pinksterdag is iedereen vrij. Terwijl we weten amper wat het is. Maar... Bevrijdingsdag is maar 1 keer in de 5 jaar een vrijdag. Waarom is dat? Dat slaat echt nergens op. Nou ja, het Zoals je zei, we hebben zoveel om te herdenken. Ja. Dat is toch niet 1 keer in de 5 jaar? We moeten het echt meer bij stilstaan. Want het is echt vrede is echt iets heel moois. Zeker. En dan moeten we echt koesteren. Ja. En dan gaan we echt bespreken in een komende aflevering nog, dat weet ik zeker. Maar op dit moment, zeg maar, er zijn zoveel oorlogen en er zit zo'n spanning, soort van op de vrede dan. Horen we dat niet gewoon nu elk jaar te herdenken? Want het is voor mijn gevoel nu elk jaar een mijlpaal. Dat wordt wel heel extreem zo. Ja. Als het elke week... Elke week vrij. We mogen wel meer stil zijn. Mogen meer stilstaan bij het feit dat we kunnen feesten. Hè? Om het even terug te brengen naar het onderwerp. Wat is jullie favoriete feestdag? Sinterklaas. Oeh. Ja? Ja. Dan blijf ik gewoon de traditie erachter. Bijvoorbeeld kerst is ook wel leuk, maar dan heb je niet echt iets speciaals. Ja. Pasen, ja, je hebt de Pasen, maar die zie je niet echt. Het is gewoon, er liggen eieren in je tuin. Maar met Sinterklaas is het gewoon... Kinderen worden blij dat er iemand komt die hun cadeautjes geeft met de familie. Wij doen het ook nog steeds. Niet met cadeautjes dan. Loodjes of zo. Ja, precies. Ja. Maar gewoon, ook ik kijk elk jaar nog het Sinterklaasjournaal. Je mag me een klein kind vinden. Ik ook hoor. Dat is gewoon vet leuk. Is gewoon moet het toch weten wat er gaande is als je kleine kinderen tegenkomt. Die Blok is echt de shit. Jammer genoeg gaat ze weg. Gaat ze weg? Wat? Ja, vorig jaar komt er iemand anders. Dit jaar komt er iemand anders. Maar dat zei ze trouwens. Ga ik niet meer kijken, Zij die keer ervoor ook. Ja, ze zei vorig jaar ook al van, ik ga volgend jaar stoppen. Ja. Is het toch weer terug. Maar je kan niemand anders krijgen. Wat is jullie favoriete feestdag? Toch Koningsdag. Ja. Niet dat ik nou Koningsdag zelf zo interessant vind of zo. Eigenlijk boeit het verder niet zo heel veel. Maar ik weet niet, dat is toch wel vaak een dag waarop je echt lekker gaat feesten. Lekker met je vrienden en zo. Oh, in ieder geval voor mij. En ik weet niet, normaal had ik denk ik kerst of zo gezegd. Maar toch elke keer, dan verheug ik me zo heftig op kerst. En dan zijn het de kerstdagen. En dan ben ik zo teleurgesteld of zo. En dan is het... Ja, valt het alleen maar tegen. Het behaalt nooit mijn verwachtingen of zo. En hetzelfde met oud en nieuw en al die dagen. Dus ik denk dat ik hou niet zo van oud en nieuw. Toch het leukste is. Want daar zit voor mijn gevoel de minste druk op of zo. Jij? Lekker free. Nou, ik ga toch voor de kerst. Ik vind gewoon mijn familie bij elkaar komen en toch een beetje stilstaan. En die kerstnummers zingen toch ook gewoon lekker? Ja, dat is waar. Gewoon dat je niet hoeft te schamen om de kerstcd aan te zetten. Ik heb echt een kerstcd, dat is echt mijn... Die zet ik dan aan en dan ben ik elke keer aan het genieten. Ja. En dat je gewoon ook in de kerk opeens een kerstnummertje gaat zingen... in plaats van die psalmen elke week. Dat is ook gewoon heel lekker, vind ik dat. Ja. Nee. Ik zou zelf zeggen, misschien mijn verjaardag vind ik altijd heel leuk. Oh, dat is ook een hele mooie. Is niet echt een feestdag. International Emily Day. maar ik vind Pride ook altijd echt heel leuk. Pride is een beetje voor mij wat Koningsdag voor jou is. Ja. Gewoon echt zo lekker, overdag, feesten. Vrij. Ja, precies, ja. Oké. Wat vinden jullie van feestdagen die een beetje uit Amerika zijn komen overwaaien? Zoals Halloween. Of Valentijnsdag. Ja, ik vind het ook wel leuk. Het is leuk, alleen wij in Nederland maken het heel karig. Halloween? Ja. Bijvoorbeeld als je het hebt over Halloween. In Amerika is het echt... De hele straat worden volgegooid. Mensen lopen daadwerkelijk op straat, maar hier in Nederland... Maar niet iedereen doet het ook in Nederland. Nee. Ja, dat vind ik echt een beetje jammer of zo. Want ik denk dat als iedereen er gewoon aan mee zou doen, net zoals in Amerika, dan had het zoveel leuker geweest. Wat is Halloween nou? Een superleuk feest. Ja, waarom, griezelig. Waarom moet je een heel goed lekker verhaal hebben om een leuk feest te hebben? Ja, natuurlijk wel. Nee. Sinterklaas heeft een goed verhaal. Kerst heeft een goed verhaal. Over elk feest kan je zeggen dat het een goed verhaal is. Maar met Halloween mag je je verkleden. Hey, ik heb een vraag. Oké, welkom bij het moment. Waar wij elke week luisteren naar input van onze luisteraars of het internet. Met deze week weer een Am I the Asshole. Oké, komt-ie. Hallo, ik ben
19 jaar, vrouw, heb net mijn eerste jaar aan de universiteit afgerond. En mijn vrienden en ik houden erg van feesten. We nemen soms MDMA en ik heb een beetje last van sociale angst. Dus op deze feestjes gebruik ik ook coke, omdat ik het gevoel heb dat het de druk wegneemt en het me helpt ontspannen. Soms gebruik ik het ook buiten de feesten om, maar het is puur recreatief en ik weet wanneer ik moet stoppen voordat ik verslaafd raak. Hoe dan ook, mijn vriend, 20 jaar, man, en ik daten nu al een paar maanden. Toen we voor het eerst begonnen met daten, maakte hij duidelijk dat hij niet wilde daten met iemand die drinkt of drugs gebruikt, omdat zijn moeder verslaafd is. En dat heeft blijkbaar echt met hem iets gedaan. Ik dacht dat het prima was, want ik ben geen verslaafde, dus het is prima en ik zal het gewoon niet aan hem vertellen. Afgelopen weekend betrapte hij me en mijn vrienden duidelijk dronken en high in de stad. En natuurlijk was hij pissig. We spraken de volgende ochtend. Hij vroeg wat ik had gebruikt. Dus ik vertelde hem dat ik coke had gebruikt en toen noemde hij me een trut. En dat ik niet moet liegen. Ik probeerde hem te vertellen dat het voor mijn angst was. Dat ik niet kon stoppen, maar dat kon hem niks schelen. Hij leek erg van streek en ik wist niet dat het zijn moeder zo erg had beïnvloed. Ik heb het mijn vrienden wel verteld en zij zeiden dat het niet mijn schuld was. Ik was high en dat was omdat ik met angst moest omgaan. En dat is waar. En hij reageert overdreven. Ben ik de fout in gegaan? Ik heb het gevoel dat ik een buitenstaanders perspectief nodig heb. Nou, daar gaan wij je mee helpen. Ik denk eigenlijk wel dat zij de asshole is. Ja, want waarom, als iemand zo duidelijk aangeeft, ik wil geen relatie met iemand die drank en drugs doet. Ja. Ga je liegen? Waarom ga je liegen? Ga je alsnog de relatie aan en erover liegen? Ja. Sorry, maar dan ben je echt gewoon de asshole. Wees gewoon eerlijk. Ja. Want dan, dan hou je hem ook niet aan het lijntje. Precies. Ja. En maar als hij dat echt niet wil... Maar ik vind ook dat je iemand niet mag verbieden om iets te doen in een relatie. Maar... Je bent niet de baas over iemand. Maar dan ga je niet in de relatie. Ja. Nee, precies. Dat moet je gewoon niet doen. Nee, maar ik denk dat hij dan ook wel die keuze had gemaakt. Ja, dat precies. Als zij daar gewoon vanaf het begin eerlijk over was geweest, dat hij gewoon de keuze had gemaakt van oké, ik vind je heel leuk, maar dan ben jij niet degene voor mij. Nee, eens. Ja. En daarom vind ik er de asshole, omdat ze er gewoon eerlijk over moet zijn. Want nu houdt ze hem aan het lijntje eigenlijk. Ja, ja. Ze liegt gewoon tegen hem omdat ze denkt, ik wil drugs gebruiken. En dan, wat voor reden je ook hebt, je liegen is natuurlijk dan... En sowieso, het is zo erg lastig als dat in je omgeving gebeurt, als iemand verslaafd raakt. En dat heb je daar ervaring mee? Nee, maar mijn moeder werkt wel... in die wereld, ik bedoel, ze is geen dealer, maar ze is psycholoog, ze is psycholoog in de verslavingszorg. Is dat ook de reden waarom je niet drinkt? Nee, ja en nee eigenlijk. Het is niet de reden, het is wel iets wat ik meeneem dat ik bang ben dat ik misschien ook verslaafd kan raken. En dat ik ook weet van, nou, we hebben het over mentale stabiliteit gehad een paar weken geleden. Daar denk ik toch bewust over na, van, zou ik het wel doen? Verslaafde mensen, dat zijn een schaduw van hunzelf. If you see this, asshole. You're an asshole. If you are listening to this right now, you are the asshole. You are the asshole. Oké. Okay. Dan gaan we over op de stellingen. Daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Nou, ik vind het zo wel. Stellingen. Je bent een loser als je niet drinkt. Oneens. Oneens. Wow, ik moest echt heel lang zo. Ik was even heel bang dat ik nu... Ik was in zijn blik. Ja, ik was heel bang. Oneens, of course. Sterker nog, ik vind mensen die jou... Als je op een avond bent en je zegt, ik drink niet... en mensen zeggen, oh, saai, dan vind ik je een loser. Ja, dan ben je... Want er zijn echt mensen die altijd zo lopen te pressuren. Wat ook irritant is, is op een gegeven moment komt zo'n moment in de avond... dat je denkt, ik wil naar huis gaan. Maar dan wil je dat... je toch... En dan gaan mensen je pushen om te blijven. Ja. Zeg, oh, sorry, ik ga toch naar huis. Oh, nee, oh, blijf nog even. Nee, ik wil naar huis. Laat me gaan. Ik ben daar ook zo gevoelig voor. Ik heb echt... dikke heftige FOMO. Oh, dus jij blijft. Als mensen dan zeggen, nee, blijf, het wordt echt nog zo leuk, dan denk ik, oh shit, ik ga dingen missen. Echt? Nee, blijf wel. Ja. Terwijl eigenlijk wil ik gewoon slapen. Ja. Alcohol is nodig om het leuk te hebben. Ik zie nu mensen al heel veel moeite hebben. Nee, vind ik niet. Je kan ook gewoon drugs gebruiken. Nee. Statement of the evening. Oh, nee. Moet op een tegeltje komen. Ja. Nee, ik heb gewoon drugs gebruikt. Nee, ik... Weet je wat het is? Je hebt geen alcohol nodig om het leuk te hebben. Nee. Maar het maakt het in mijn ervaring zijn mijn avonden toch vaak wel gezelliger en leuker als ik alcohol op heb. Het is niet dat ik geen gezellige avond had kunnen hebben. Maar dat was vaak wel gezelliger. We hebben net in de podcast allemaal dingen besproken hoe gezellig en leuk feest is. Maar er is ook een andere kant aan. Daarvoor gaan we in gesprek met Wilma. Die is een ervaringsdeskundige op het gebied... Nou ja, zeg zelf maar Wilma, op welk gebied ben je ervaringsdeskundige? Ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving. Ik ben zelf meer dan 20 jaar verslaafd geweest aan allerlei verschillende middelen. Wat zijn nou echt de gevaren van drugs die mensen niet kennen?
Nou ja, kijk, in het begin lijkt het allemaal heel leuk. En dat is het vaak ook in het begin, hè. Want dan gebruik je eens wat voor een feestje of wat dan ook. En ja, het is dan gezellig onderling met de mensen met wie je gebruikt. De feesten zijn vaak heel leuk. Maar naarmate je vaker gaat gebruiken, heb je vaak niet in de gaten dat het verslavende vormen aanneemt. En hoe liep dat uiteindelijk af met jou? Nou, bij mij is het niet zo heel best afgelopen. Want onder invloed ben ik eigenlijk nog veel meer gaan experimenteren. Gebeurt dat snel, dat verslaafd raken? Ja, dat ligt ook wel een beetje aan het middel en natuurlijk hoe vaak je het doet. En ik kan me voorstellen dat mensen, ja, die denken van, nou, als ik een pilletje neem in de week, eens een keer op zaterdag, ja, nou, dat zal allemaal wel loslopen. Je moet je wel realiseren dat het pilletje ook, de pilletjes werken best lang. En als het uitgewerkt is, dat duurt ook nog wel even. Is het moeilijk om nee te zeggen? Het is best wel moeilijk om nee te zeggen. Zeker als je met een groep vrienden gaat die allemaal gebruiken. Dan is het heel lastig als je wat aangeboden krijgt. Want je bent snel een spelbreker of je hoort er niet meer bij. En wat wil je tegen die mensen zeggen? Pas heel goed op jezelf. Weet je, bescherm jezelf en ga jezelf afvragen of je dit ook echt wel daadwerkelijk wil. Ja. Raakt je dat nog steeds na zoveel jaar eigenlijk? Ik ben nu 8 jaar clean en ik eigenlijk moet wel nog dagelijks met de gevolgen leven van mijn verslaving. Ik ben best veel kwijtgeraakt. Ik had echt hele grote financiële problemen. Ik ben uiteindelijk dakloos geraakt. Ik heb in de gevangenis gezeten. Ik heb 2 dochters, die zijn ook uit huis geplaatst. Mijn familie was natuurlijk ongelooflijk boos op mij en terecht. Er is heel veel hersteld, hè? Want ik heb inmiddels weer een woning. Ik heb nu een baan als ervaringsdeskundige, dus kan van de dingen eigenlijk die ik verkeerd gedaan heb, heb ik uiteindelijk ook wel mijn werk kunnen maken. Door heel hard bezig te zijn met mijn herstel en dat nu eigenlijk door te kunnen geven aan de cliënten die hier nu zo aan het worstelen zijn in de verslaving. Die kan ik goed bijstaan. Ik heb nog 1 allerlaatste vraag. Onze podcast heet Het Leermoment. En we willen ook vragen aan iedereen die we spreken in de podcast. Wat is jouw leermoment? Dat kan zijn over dit gesprek, maar het kan ook zijn, wat is jouw belangrijkste leermoment over je leven? Ik denk het hele leven een leermoment is voor mij. Gewoon op alle gebieden. Op werk, op vooral wie ik ben. En weet je, wie ben ik nou echt? Wie is Wilma nou echt? Ja, Wilma achter de verslaving voorbij eigenlijk. Maar wie ben ik nou dan? Wie ben ik? Weet je, en weet je, ik heb ook mogen ontdekken dat ik niet de junkie en de crimineel ben. Maar dat ik een vrouw ben met een heel bewogen hart. En misschien wel een veel kleiner hartje, waardoor ik misschien het leven nooit helemaal goed aangekund heb. En daardoor ben ik gaan gebruiken. En als je dingen ontdekt in je leven waarin je heel kwetsbaar bent, ik kan wel in die kwetsbaarheid blijven. Maar het wel versterken, weet je wel, dat je er wel weer goed mee om leert gaan. Ja, daar ben ik eigenlijk mee bezig. En daar blijf ik mee bezig. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Dat je wat tegenlicht wilde geven tegen de positieve kant van feesten. We hebben er heel veel aan. En heel erg bedankt. Ja, graag gedaan, Martin. Je luistert naar Het Leermoment. Het Leermoment. Het Leermoment. Wat is jouw leermoment? Wat was je leermoment? Ik denk dat mijn leermoment gewoon was dat je op moet passen met drank en drugs. Dat doe ik niet, maar dat je toch ook met mensen om je heen toch een beetje moet kijken van, gaat die goed? En kijken of dat goed gaat, of dat een oproertje een klein hoekje. Ja. Ik denk dat er nog heel veel valt te leren over alcohol en drugs ook. Ja. Dat we nog heel weinig weten over hoe alcohol, hoe slecht dat eigenlijk voor je is. Ja. En ja, dat we daar nog te weinig over weten eigenlijk. Dat het eigenlijk behandeld wordt als drugs. Ja, zeker. Absoluut. Mijn leermoment is denk ik toch dat je moet gewoon eerlijk zijn tegen vrienden over je drank en drugs, dingen dat je neemt en alles. En gewoon, je moet niemand tot last brengen om meer te drinken. Of mensen zeggen, je bent een sukkel, want je drinkt niet. Ja, precies. Ja. Iedereen moet gewoon doen wat hij wil. Als iemand weg wil gaan bij een feestje, laat hem weggaan. Esme? Ja, ik denk
Ondanks dat het aan de ene kant ook wel een beetje vanzelfsprekend is of zo. Maar ja, blijkbaar dus niet voor alle mensen. Ik denk dat dat vooral een beetje mijn leermoment is. Dat het gewoon niet voor alle mensen vanzelfsprekend is om gewoon mensen te laten als ze geen alcohol willen doen of zo. Ja. Ja. Laat gewoon. Ja, laat gewoon mensen in hun eigen waarde. Laat mensen gewoon doen wat ze echt zelf willen. Ja, dat ze elkaar daar ook wel in kunnen supporten. Yes. Dat was het weer. Tot volgende week. Dan gaan we het weer over een nieuw onderwerp hebben. Doei!